450.000 huishoudens, voorzitter, die na de koopkrachtcompensatiemaatregelen die het kabinet heeft genomen, waaronder die zorgtoeslag, nog steeds hun rekeningen niet kunnen betalen. Nog steeds zich zorgen maken over hetgene wat er gebeurt. En ik vind dat de minister zich er heel makkelijk van afmaakt door te zeggen, ja, waar mogelijk gaan wij koopkrachtcompensatiemaatregelen doorvoeren. Voorzitter, wanneer we gaan kijken naar bijvoorbeeld de zorgtoeslag, dan zien we dat de middeninkomens niet gecompenseerd worden. We zien daarnaast ook nog, waar een groot deel van de Kamer mee heeft ingestemd, dat die collectiviteitskorting verdwijnt, waardoor mensen, in ieder geval in het gevoel, maar ook direct in de portemonnee, enorm veel last hebben van die stijging van die zorgverzekeringspremies. En dan horen we de minister, voorzitter, afgelopen zondag bij Buitenhof een optreden doen, waarin hij zegt, ja, we moeten nu gaan kijken welke zorg we wel gaan vergoeden en welke niet. Die discussie die al decennia lang ook speelt hier in de politiek. Voorzitter, ik zou van de minister graag een reactie willen hebben over welke zorg hij vindt dat wel vergoed moet worden en welke niet. Want ik vind dat nogal een gevaarlijke weg. Ik vind dat nogal een discussie die je niet op een zondagnamiddag bij een tv-programma moet doen, maar waar je echt heel duidelijk en heel nadrukkelijk met het parlement van gedachten over moet wisselen.